Daily Minutes nummer 1482 met een uitzending voor vandaag, 27 november 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Een inmeldronde via de Ether is er niet meer voor de Daily Minutes. De meeste mensen zitten rondom de uitzendingen op het chatkanaal van de Daily Minutes. Verder kun je terecht op Mastodon. De account daar is apenstaatje PA0ETE, apenstaatje wokka.be. PA0ETE moet je dan met hoofdletters schrijven. Heb je geen Mastodon, meld je dan aan op de privacyvriendelijke Mastodon-server van de Daily Minutes op www.wokka.be. www.wokka.be. Vandaag zijn er twee afleveringen van Geheime Elektronica. Er is data net voordat Lodewijk de afkondiging doet. We beginnen daar met FSQ6 bij 1500 Hz. Dat moet je handmatig instellen, want er is geen Reed Solomon code. FSQ6 bij 1500 Hz. Daarna is er nog een stukje 8PSK1000, ook bij 1500 Hz. Als het goed is, gaat het omschakelen daarvan automatisch. Deel 20 van de serie over geheime elektronica. En het is opnieuw een kwestie van een ambassade. Het verhaal gaat over de Russische ambassade in de Canadese hoofdstad Ottawa. Rusland had aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog geen ambassade in Canada, dat toen nog veel nauwer met het Verenigd Koninkrijk was verbonden dan nu. In 1942, op wellicht het moeilijkste moment in de Tweede Wereldoorlog, tekenden de Sovjets op de Russische ambassade in Londen een overeenkomst met Canada om diplomatieke vestigingen uit te wisselen tussen die twee landen. Nou, dat gaat goed. Geen tijd dus om de vergissingen eruit te halen. De exacte achtergrond die is me niet helemaal duidelijk geworden, maar het gebouw dat de Sovjets hiervoor van de Canadese regering kregen, maakte eerst deel uit van een landgoed van houtkappersbaron G.R. Booth. Die hield er feesten in, familiefeesten bij belangrijke gelegenheden, onder andere ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter met een telg uit het Deense koninklijk huis, prins Erik. Het gebouw werd in het begin van de oorlog door de Canadese overheid onteigend. Of er nog een andere reden dus was, was onbekend. Maar het was in ieder geval voor gebruik door de Koninklijke Canadese Marine. Het gebouw werd vervolgens 2 jaar later aan de Russen gegeven om er een ambassade in te vestigen. 3 jaar daarna al speelde er een rel op de ambassade toen Igor Kozenko, een Russische onderdaan, daar werkzaam als encryptiemedewerker, je kunt wel zeggen een gevoelige functie, naar de Canadese overliep. Kozenko was door zijn functie, het coderen en decoderen van in- en uitgaande berichten, nauwgezet op de hoogte van de spionageactiviteiten op de ambassade en in Canada als geheel. Nogal een vangst dus voor de Canadezen. Misschien ga ik er in een latere aflevering nog wel een keer verder op in, want dit is natuurlijk een interessante kwestie. Maar goed, tot zover deze overloper. Op 1 januari 1956 brak er op de 3e etage van de ambassade brand uit. Ambassadepersoneel probeerde de brand zelf te blussen en zagen af van het inschakelen van de brandweer. Dat blussen lukte echter niet en buren belden vervolgens de brandweer. Toen die brandweer arriveerde, werd die door de Sovjets niet binnengelaten. De brandweer moest de brand maar blussen vanaf de stoep buiten. Burgemeester Witten van Ottawa arriveerde vervolgens op de plek en die eiste dat de brandweer werd binnengelaten en dreigde daarbij het ambassadepersoneel desnoods te laten arresteren als dat niet zou gebeuren. De ruzie tussen de ambassadeur en de burgemeester werd vervolgens gesust door een minister, Paul Martin, die ook ter plekke was gearriveerd. Uiteindelijk werd de brandweer wel binnengelaten, maar dat was pas nadat het personeel gevoelige papieren en apparatuur had kunnen verwijderen. Op dat moment was het al te laat. Het gebouw brandde tot de grond toe af, waarbij er verder geen gewonden vielen. In plaats van de oude ambassade werd er een nieuwe gebouwd, in klassieke Sovjet-stijl, de zogenaamde brute architectuur, op een ander adres waar op dat moment het consulaat van de Sovjet-Unie gevestigd was. Een ambassadeur die gaat trouwens over de diplomatieke betrekkingen. Een consul, waarvan er vaak meerdere zijn in een land, en die doen dat ook vaak als nevenfunctie, die gaan over de zakelijke relaties tussen de landen. Bij de bouw van deze ambassade wisten de Canadese geheime diensten RCMP en het Britse MI5 bij de bouwwerkzaamheden te infiltreren. De afluisterapparatuur hiervoor werd in een operatie genaamd Dewworm, met name geplaatst in de noordwesthoek van het gebouw, de meest logische plek om het communicatiecentrum van de ambassade aan te leggen. Dat gebeurde echter niet. Elders in het gebouw werd een goed geïsoleerde ruimte gebruikt om de communicatieapparatuur te huisvesten. De aangebrachte bugs bleken daarmee dus waardeloos. Na de val van de Sovjet-Unie in 1990 werd het gebouw de ambassade van Rusland. Een levensgroot standbeeld van Lenin werd verwijderd uit de lobby van het gebouw en kort daarna kreeg de buitenzijde van het gebouw een stuk vriendelijker aanzicht. Vandaag deel 21 uit de serie over geheime elektronica.
Vandaag een concreet geval uit de jaren 80, waarbij een politiedienst afluisteren gebruikte om een moord te bewijzen. Het gaat hier om wat ze in het Engels noemen een high profile case. De hoofdpersoon was op dat moment een bekende politicus in een van de provincies van het land waar het voorbeeld zich afspeelt. Die hoofdpersoon is Colin Thatcher, een politicus uit Canada, geen familie van de vroegere Engelse premier met dezelfde achternaam als ik het goed heb. Hij was lid van het parlement van de Canadese provincie Saskatchewan. De vader van Thatcher was ook politicus. Toen die vader in 1971 overleed, ontwikkelde Thatcher zelf ook een interesse in het vak. In 1975 won hij vervolgens de provinciale verkiezingen als lid van de Liberale Partij. Maar hij liep 2 jaar later over naar de concurrerende progressieve conservatieve, een andere partij. Dit is niet onbelangrijk voor het verhaal. De ommezwaai kwam nadat de progressieve conservatieven zich in een groeiende populariteit mochten verheugen ten koste van de partij waar hij oorspronkelijk in zat. In eerste instantie werd de overstap ontkend door de liberalen, de partij die hij verliet, en ook door zijn echtgenote in het openbaar, die kennelijk nergens van wist. Zijn vrouw Joanne begreep de overstap niet en vervolgens bleek dat de bijl aan de wortel van het huwelijk was. Hij had vervolgens een aantal buitenechtelijke relaties en er werden beschuldigingen over en weer geuit. En vervolgens volgde er een scheiding waarbij de kinderen aan de echtgenote werden toegewezen en vrouw Lief vervolgens met een andere partner trouwde. Thatcher ontwikkelde zich vervolgens tot een regelrechte stalker. En ex-vrouw Joanne werd door een onbekende schutter neergeschoten, waarbij de verdenking op de politicus viel. Dit kon echter niet bewezen worden en er vervolgde ook geen rechtszaak. Ondanks deze gebeurtenissen bleef hij politiek onbeschadigd en won opnieuw de verkiezingen. Kort daarop werd hij minister van Energie en Mijnbouw. Het jaar erop raakte hij in de publiciteit toch onder vuur en na ruzie met de minister-president van de provincie kon hij vervolgens het veld ruimen. 4 dagen later werd Joanne neergeschoten en overleden gevonden in de garage van het huis waar zij en haar man woonden. Thatcher kwam opnieuw in het vizier van de autoriteiten, maar opnieuw kon er niets bewezen worden, ondanks een langdurig politieonderzoek. Er waren 4 zaken die uiteindelijk tot zijn veroordeling leidden. Het eerste was een creditcardbonnetje met Thatchers naam en handtekening dat niet ver uit de buurt van de moord werd gevonden. Er was door getuigen verder een auto gesignaleerd en Thatcher bleek een auto die aan die beschrijving voldeed op zijn terrein te hebben staan. En dan was er het type en merken van een pistool en van de munitie die werden gebruikt. Die waren hetzelfde als een wapen en munitie die Thatcher kort daarvoor bij een bezoek aan de VS gekocht had. Het belangrijkste punt was echter ene Gary Anderson, die aan de politie bekende dat hij door Thatcher was benaderd voor hulp bij de aanstaande moord. Anderson voldeed aan de beschrijving van een aantal getuigen en het was daardoor dat de politie hem in het vizier kreeg. Er bleken nog 2 mannen bij betrokken te zijn. De moord zou zijn gepleegd door Thatcher zelf in vermomming, aldus Anderson. De politie overtuigde deze verdachte Anderson er vervolgens van om met een afluisterapparaat met Thatcher af te spreken en hem te proberen zover te krijgen dat hij in de opname ofwel de moord zou bekennen ofwel dat hij details zou onthullen die alleen de dader van de moord bekend zouden kunnen zijn. Hoewel Thatcher meerdere keren dingen verklaarde die zijn betrokkenheid bij het misdrijf lieten zien, bekende hij ondanks diverse pogingen van Anderson daartoe het misdrijf zelf niet. Hij zei wel herhaaldelijk tegen Anderson dat die alle directe of indirecte beschuldigingen direct zou moeten ontkennen. Zijn ontwijkende antwoorden in combinatie met ander indirect bewijsmateriaal overtuigde de politie er vervolgens van dat hij de initiatiefnemer was van het delict en ze zetten vervolgens hun speurwerk met volle inzet voort. Thatcher werd in 1986 voor de 2 jaar eerder gepleegde moord veroordeeld tot 25 jaar. Hij kwam 20 jaar later na meerdere afgewezen verzoeken voor vervroegde vrijlating in 2006 vrij. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.